Nou, ik denk dat het misschien een rare keuze zou zijn, omdat iedereen het niet graag wil. Maar Louis van Gaal voor mij een goede keuze zou zijn. Niet om welke persoon het is of wat voor achtergrond hij heeft. Maar meer om, denk ik, de manier van trainer zijn en coach zijn. Het motiveren van spelers. Ik denk dat de club, een zekere team, gewoon een goede trainer kan gebruiken. Die qua motivatie en vechten voor een titel of voor een prijs echt iets in de ploeg weet te brengen. Dus voor mij daarom. Ik zeg Bert van Marwijk. En als hij bij Nederland zelf wel blijft? Ja, dan... dan zal het lastig zijn, maar ik zie geen echt andere trainer die echt die nou past, zeg maar, op PSV. Ja, dus alles op Marwijk. Alles op Marwijk, ja. Ik denk Dick Advocaat. Omdat het denk een trainer is die goed bij PSV past en goed in de manier van spelen past. En ik denk dat je goed trainer is voor volgend seizoen. Ik denk Bert van Marwijk of Toa Adriaans. Als ze allemaal zijn. En dat hij gewoon een goede coach zijn, die al veel hebben bereikt in het leven. En als je moet kiezen tussen die twee? Bert van Marwijk. De kandidaat op dit moment is gewoon Dick Advocaat. Daar ben ik wel van overtuigd. En hoe zit dat met Moskou? Waar die eventueel zou kunnen gaan trainen? Nou, dat weet ik allemaal niet. Ik spreek hem niet dagelijks. Wat ik wel weet is dat hij sinds het vertrek van Rutte al hier heel hoog op het lijstje staat. Net als Van Marwijk. Van Marwijk werkt bij de KNVB. Heeft op dit moment een contract wat meerdere jaren doorloopt. En er is geen enkel signaal dat Van Marwijk stopt. Tenzij hij misschien heel teleurstellend EK draait. Maar goed, ik neem aan dat PSV voor die tijd al lang een beslissing heeft genomen. Men heeft aangegeven dat men na de competitie daar nadere mededeling over doet. Dus het lijkt erop dat dit op dit moment Advocaat de belangrijkste kandidaat is.